feel paralyzed. Welkom mensen bij No Limits 2, de realistische arbeidssimulatie die er maar bestaat. Vandaag zijn we er weer met Pascal. Oh yeah. En we gaan beginnen met Big Loop, Boomerang en Kion Runner. Maar we gaan dus beginnen met Big Loop en zoals vorige keer zie ik jullie in de achtbaan. Veilig nog tijdens het laden, maar niet snel wel goed. Het laden van de objecten wordt eruit geknipt. Dus tot het werkt gewoon niet mee. Ja, het werkt niet mee. Tot zo dadelijk. Zo dames en heren, de achtbaan start up en mijn telefoon trilt. Heerlijk leuk. Big Loop. Dus snelheid, we starten rond 5 per uur en ik kijk eens even naar de baan. Zo van Python-achtig iets begin, denk ik. Ik heb nog nooit Python gedaan, maar Python gaat hij, begint hij in een bochtje en gaat hij dan maar gelijk omhoog. Volgens mij wel. Het begin is, ja, simpel. We gaan 10 km per uur omhoog. Dat is toch wel redelijk snel. En we hebben nu al 0,9 g, vets, 0,9 g-force. Oké, dit is echt een Python idee ding. Dit is echt Python ideetje. Soort van. Big Loop. 76, het snelste wat we gehaald hebben. Voorlopig, hè. Nee, ik denk dat zo wat we zo blijven. 76 is het. Curvetrekkers. Recht stukje, waar die snelheid aan blijft houden. En laatste spiraal. Het is eigenlijk een Python ideetje. Ik vind het eigenlijk een Python ideetje. Ik heb Python nog nooit gedaan, ik schaam me daar eigenlijk ook een beetje zo van. Maar ik heb toch de indruk dat het eigenlijk een Python ideetje is. Even kijken. Python ideetje? De karretjes zijn ook zo Python-achtig. En even kijken, ja, die maakte die looping heel soepel, de curvetrekkers. Het is eigenlijk een achtbaan die uiteen is gebouwd, moet ik zeggen. Een heel klein het werk, aan de omgeving moest misschien nog wel wat meer gedaan worden van boompjes, maar op zich is het een heel soepel achtbaantje, een heel simpel achtbaantje voor een beginner. Big Loop jongens en meisjes. Op naar de tweede, en dat is die zo bewuste boomerang. Boomerang, we gaan boomerang doen. Zo dames en heren, boomerang is aan het opstarten en mijn voorkeur, het is geen hangerbaan. Maar het is wel het armatype wat ik net zei. Je wordt achteruit getrokken en dan losgelaten. Dat is echt een heel erg leuke ervaring. En we gaan achteruit met 6,4 km per uur. Ik ga stiekem eens naar de baan kijken. Ja, het is een soort van cobra idee wat er weer in zit. En echt wel jongens. Ik heb toen op Rollercoaster Tycoon gebouwd met een hangachtbaan. Dit is echt heel stijl. Daar gaan we. Versneld. Wat dat. Ja, dit is echt. Dit is gewoon perfect de baan waar ik op rollercoaster ook heb gebouwd. Zo is het. En nu gaan we achteruit gewoon terug. Waarom niet? Weet je waarom niet? Ik maak gewoon gelijk mijn hele computer vol. 3. Ja, tactiek pleurs man. Hier. 5. 6. Oh god, ik moet de spel reinstalleren man. Ik dacht ook, oh ja, als je dan is klaar, kan spelen. Maar dit is wat realisme rollercoaster niet geeft. In de rollercoaster komt hij binnen, stopt hij gelijk. En hier ruimt hij nog eerst mooi af. Dat is op rollercoaster dus wat hij niet doet. Nee, die stopt in één keer. Op rollercoaster stopt hij gewoon bad. Gedaan. Dat is rollercoaster. Maar ja. Limits heeft die logica wel. Om zo realistischer te werken. En natuurlijk, ja. Er kan ook maar één treintje zijn, want anders dan ze tegen elkaar aanbotsen. Op zich is het een heel leuk baantje boomerang. Het kan ook met een hangerbaan gemaakt worden, maar ik vind dit eigenlijk ook wel een leuke idee. Ja. Zo heb ik er dus eentje gemaakt op rollercoaster. Op naar de laatste achtbaan van deze aflevering, en dat is de Kion Runner. En als ik dat naampje hoor, dan Kion, dat doet me denken aan rotsen en zo. Dus ben benieuwd. We zullen zien wat het brengt. Zo dames en heren, we gaan eruit met een foutmelding. Heel erg leuk. Kion Runner is geladen. Heb 2 ook alweer klaar om de speed te bepalen. Wat hebben we van achtbaan? We hebben een houten achtbaan. En dat aan de naam, ja, wordt er eigenlijk wat horen. We hebben weer een sneeuwgebied.
blauwe karretje, ja, blauw ijzer. En het begin is een grote bord. Grote bord, 27, 26, oh. Oh, dat is wel leuk. We maken eigenlijk een soort van spiraal. En we gaan nu onder het stukje waar je van zomer af gaat laten. Oké. Okay. En inderdaad, heel wat bergen zie ik er al. Fijn van de besneeuwde bergen. En met 8 km per uur gaan wij de lucht in. De hoogte in. En ik ben benieuwd wat deze achtbaan brengt. Maar weet je wat het leuke is aan de houten achtbanen? Nee. Omdat het wel een van de eerste soorten achtbanen zijn van vroeger toen. Toen was het echt een hype. Maar ja. Toen kwam er echt van die metaal ijzeren paal en zo. Maar het leuke is dat ze dat in Efteling expres hebben gebouwd. Omdat het gewoon ja, mooi is. Gewoon ja. Ja, mooi. Aan thematisatie van deze achtbaan hadden ze toch een paar bomen kunnen weglaten. Want we zijn dan is het hout veel mooier. Zo jongens, we zijn al door stukken 5, 6, 7 bomen heen gereden. Hier, 7, 8, 9, jongens, we missen dat de baan. Dat is echt jammer. Dan gaan we weer wat door. Voilà, we waren niet echt. Er staan te veel bomen slecht, echt waar, slecht. Ik doe eerst gewoon de mappen die automatisch zijn geïnstalleerd. En die neem ik wel lekker op en dan zie ik zelf wel. Want ik weet niet waar jij ze downloadt, maar... Ja, ik heb die codes waar ik nu in het tweede ben, die heb ik allemaal van No Limits in geïmporteerd. Hoppa, gaan we weer door een bos, bloemen, boren... Ja, update installeren. Jongens, toch jongens. Wat jammer is dit, dat we zo verveeld door bomen heen gaan. Ik vind het echt jammer dat we door zoveel bomen zijn heen gegaan. Ja, heb je dat soms ook? Dan zie je iets moois, maar dan is er net zo klein dingetje en die verpest je toch gelijk, hè? Het is echt jammer, de baan is ruim goed gebouwd. Ik vind eigenlijk de sneeuw niet echt passen bij deze achtbaan. Als je deze bomen bekijkt, ik bedoel, ja, de bergen mochten voor mij heus wel steen zijn. Korte karretjes voor 2, 4, 6, 8, voor 12 mensen, oké. Okay. Maar we hebben wel 2 karren erop staan. Ja, op zich wel een redelijk uiteengebouwde baan, maar die bomen verpesten echt alles. Dan de maker van deze achtbaan... Oh shit, ik ben een walkthrough gegaan. De maker van deze achtbaan heeft een probleem, want die bomen, die vind ik jammer. Dus, bij mij is dit is wel een minder achtbaan in mijn ogen. Maar, een goede achtbaan vond ik eigenlijk ook wel boomerang, maar eigenlijk zonder die bomen was het misschien nog wel beter. Dus jongens, aan jullie de keuze, wind, big loop, boomerang of Kion Runner. Bij mij is het toch eigenlijk wel Kion Runner. Omdat onlangs de boom is een leuke layout. En bij mij wint Kion Runner. Vorige aflevering heb ik eigenlijk niet gezegd wie wint, maar dat maakt me niet uit. En pardon. Jongens, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van No Limits 2. Ik maak mijn iCoach nog wel zo. En volgende week gaan we weer 3 nieuwe achtbanen bestrijden in dit leuke spel. Misschien wel met Pascal. Pascal, bedankt voor je meedoen. Dankjewel. En, ja, het is tot volgende week. Dan gaan wij, volgende week gaan wij Cheesy Cliff Drive en Colossus 1978 doen. Dat zijn de 3 achtbanen van volgende week. Cheesy Cliff Drive, Cliff Driver en dan doen we denk aan een Dive Coaster. En Colossus 1978. Die zijn we volgende week donderdag bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Later mensen.